Ubed Kanapé, fractieleider van de ABOPL-fractie, stond stil bij het sociaal beleid van de regering. Volgens Kanapé kan de regering nog beter inkomen om de armen onder de armsten te ondersteunen. Hij gaf de regering aan dat er diverse werknemers zijn in Suriname die bij hun pensionering weinig tot bijna niets overhouden. Zelfs de huidige salarissen zijn ten opzichte van de koersontwikkeling niet om over naar huis te schrijven. De politicus vroeg ook aandacht voor de medische zorg in ons land. Als we kijken naar onze BZV, basiszorgverzekering. Het moet kunnen dat een Surinamer die nooit meer zou kunnen werken, dat hij voor het leven verzekerd is van medische zorg. Meneer de voorzitter, als we kijken naar de medische zending en die positieve discriminatie welke ik eerder aanhaalde, als waar de Surinamer is of woont en wij vanuit centraal beleid de Surinamer niet bereiken, daar beleid Nijwoko. En als we kijken naar medische zending, meneer de voorzitter, dan mag de medische zending niet een stiefmoederlijke behandeling krijgen. Als we nu roepen dat, als we weten dat onze gezondheidssector, wij gaan zijn in Vadon Broko, meneer de voorzitter, dan moet het grootste deel van onze middelen moet daar naartoe gaan. Om dat ding te organiseren. Maar dat we niet alleen erover praten. Binnen de regio is Suriname het eerste land geweest dat een aanvang heeft gemaakt om artsen op te leiden. Nadien hebben anderen binnen de regio het concept overgenomen, gaf Kanapé verder aan. Maar naar wat wij nu zien moet dit concept aangepast worden, benadrukte de fractieleider. Hij heeft het over de medische opleiding aan de Antonokom Universiteit, waarbij maar 60 studenten per studiejaar worden toegelaten op basis van de numerus fixus. Volgens hem moet dit systeem verder bekeken worden, gelet op het feit dat Suriname een tekort heeft aan artsen en specialisten. Waar neemt dat ding? Moeten we meer erin gaan investeren? Moeten we meer docenten aantrekken? Moet de faculteit een beetje groter worden? Pesane Quincy. Want als je een tekort hebt van artsen en die moet gaan importeren, mamigado, dat is toch niet duurzaam? En als studenten terugkeren naar Suriname, bijvoorbeeld vanuit landen als Cuba, dat ze toetsen moeten maken en dan wordt het moeilijk voor hen om te komen in de kring om, zeg maar, niet in de, om toestemming te krijgen om de praktijk op te zetten. Dat anderen zelfs er toe overgaan om te zeggen, poja, san nou een kartel, jong. Zo hopeloos maken wij de Surinamer die zich wil inzetten. En van de gezondheidssector kunnen we geen kartelvorming gaan accepteren of tolereren. En als dat optreedt, moeten we het bossen.